Veel huizen kampen met vochtproblemen. Veel problemen kunnen worden vermeden door een efficiënte ventilatie en een goede constructie. Vocht kan van buitenuit komen, maar evengoed kunnen vochtproblemen geproduceerd worden gewoon binnen in de woning. Naast problemen met opstijgend vocht, kan je vocht produceren door gewoon de woning te bewonen, maar evenzeer door te koken, te wassen of gewoon maar te ademen. Vocht dat van buiten komt, zoals opstijgend vocht, moet je uit de woning houden door goede constructieve ingrepen, zoals een vochtinjectie of een kelderdichting. Elke volwassen persoon zweet ongeveer 1 liter water vocht uit per dag. Dat vocht moet normaal naar buiten toe kunnen geventileerd worden. In luchtdichte gebouwen is dit echter een probleem. Condensatie kan leiden tot schimmelvorming. Condensatie binnen in de kamer leidt tot zwarte vlekken, schimmelzwammen, geurhinder en gezondheidsproblemen. De sanering van het probleem moet oorzaakgericht en blijvend worden opgelost. En het heeft geen zin om nieuw stucadoorswerk aan te brengen, want dat zou het probleem gewoon verschuiven en verergeren. Om het probleem bij de wortel aan te pakken en het schimmelprobleem voorgoed op te lossen, werken we met een dampdoorlatend materiaal. Deze stevige calciumsilicaatpanelen vormen samen met de bijhorende afwerking een volledig ademend afdichtingssysteem. Dankzij de extreem capillaire poriumstructuur bieden de poreuze panelen een perfecte oplossing voor binnencondensatie en schimmelopbouw. De superlichtgewichtpanelen bestaan hoofdzakelijk uit zand en kalk, wat zeer natuurlijke producten zijn. Buiten de superisolerende eigenschappen hebben ze ook de kracht om vocht op te nemen en geleidelijk weer af te geven. Hierdoor is er geen sprake meer van condensvorming op de wand. Het overtollige vocht wordt opgenomen door de plaat en gecontroleerd afgegeven aan de binnenruimte. Bij deze test werd een stuk calciumsilicaat ondergedompeld in water. Vervolgens liet men het stuk enkele dagen drogen. Na enkele dagen heeft het materiaal al het opgenomen vocht afgegeven aan de omgeving met behoud van alle karakteristieke eigenschappen. Met een pH-waarde van 10,3 zijn de platen hoog alkalisch. Dit betekent dat ze geen voedingsbodem vormen voor schimmels. Doordat schimmels zich niet meer kunnen ontwikkelen, is het schimmelprobleem dus voorgoed opgelost. Een andere bijzondere eigenschap is de hoge isolatiewaarde en de extreme brandweerstand. Bij deze vuurproef kan ik mijn hand minutenlang tegen deze plaat houden. Omdat de platen onbrandbaar zijn en bestand zijn tot temperaturen van 1000 graden Celsius, worden ze ook vaak toegepast voor de bekleding van kachels en schoorstenen. Muurpanelen zijn beschikbaar in een dikte van 25 mm of 50 mm. Een paneel meet 1,20 meter op 1 meter en is stofarm zowel tijdens het transport als de verwerking. De isolatieplaten worden gebruikt voor het isoleren van muren, wanden en plafonds. In het geval van binnencondensatie en schimmelvorming. Bij geclasseerde gebouwen is buitenisolatie niet mogelijk en gebruiken we deze panelen dus voor binnen te isoleren. In combinatie met de panelen moeten we zeker de aangepaste producten gebruiken, zoals de ademende lijm, plaaster, grondeermiddel en ook zeker niet te vergeten het schimmeldodend middel. De panelen mogen niet aangewend worden als er geen waterkering aanwezig is of als de muren niet behandeld zijn tegen opstijgend vocht. Voor de plaatsing wordt gebruik gemaakt van klassieke gereedschappen. U doet wel best beroep op een ervaren vakman. Na het nodige afkapwerk wordt de muur voorbehandeld met een schimmeldodend product. De lichtgewichtpanelen zijn makkelijk manipuleerbaar. De achterzijde wordt eerst minder poreus gemaakt met een silicaatgrondering, zodat een optimale hechting wordt bekomen. Een speciale verlijmer wordt met een kam aangebracht op de muur. Het paneel wordt lichtjes aangedrukt, zodat men de positie, indien nodig, nog recht kan zetten. Nadat het paneel goed is aangedrukt, worden ook de zijkanten met lijm ingestreken.
De volgende panelen worden dicht tegen elkaar aangedrukt en worden in baksteenverband boven elkaar geplaatst. De overtollige lijm van de verticale en horizontale voegen wordt onmiddellijk glad afgestreken. De panelen kunnen met een hand- of wipzaag gemakkelijk op de juiste maat worden gebracht. Voor de afwerking van het plafond gebruiken we profielen, speciale profielen uit hetzelfde materiaal dat konisch afloopt om de overgang van het plafond zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. De effen panelen laten zich gemakkelijk verder bewerken en het is belangrijk dat men de eigenschappen van de calcium-silicaatplaten niet gaat tegenhouden met dampremmende materialen. Voor iedere behandeling moeten de panelen wel bevochtigd worden met de silicaatgrondering. De afwerking gebeurt met een speciale fijne plaaster. Na het stucadoren bekomt men een gladde muur die men verder kan gaan bewerken met dampdoorlatende materialen. Wil men de platen verven, gebruikt men best luchtdoorlatende verf. Als men wil behangen, vermijdt men het gebruik van kunststofpapier of niet-ademende folies. Het resultaat is een schimmelvrije muur. En als je niet over een ventilatiesysteem beschikt, vergeet dan niet dat het belangrijk is om je woning meermaals per dag te verluchten. Thank you.